gaat richting Torsby. Torsby kan niet doorkomen, ja, dat kan niet. En ik kan hem aannemen zelfs. Krijgt hij met Veerman? Nee, maar wel met Matzo. Matzo is twee man in. Speelt hem breed op. Sinelli, Sinelli 16 meter in. Trekbal. En niemand, niemand. Nu komt het, zie ik, in balbezit. Hij gaat nu de 16 meter in. En schiet gewoon keihard op de paal. Ja. Keihard op de paal in één keer. Hè? Vanuit het niks. Nou, we zitten hier in het Abel Enselen Stadion. Ik ben Han, Nesbitt zit Sjoerd. En wij zien naar het voetbal. Dat gaat direct in moois. Want ik zie niks en daarom praat Sjoerd en de boel onderhoor. Zien we dat is dwan in het Fries? Kist door dat? Zullen we het bezien? Ja, wat van nou over in het Fries? Oké. Okay. Van Anhalt slechte bal. Minnebal. Ik ben ooit mijn naam een onkel van mij, A.T. Ulkema. Dat is de paken van Jesper Hospes. Vooral trok in mijn reetrieden, Jesper. En toen mijn hij dat zag, vond dat ik wel mooi. Want hij had vroeger Abel Enselen nog Sean. En toen ben al heel snel hij en ik de Jerregong. En hij is uiteindelijk de enige verslaggever geweest die het altijd in het Fries deed. En nou ja, zij is dat uitbouwd. Van de Berg, Alberto Cabral. En dan nummer 22, weet ik even wat het is. En dan bij Andersen. En kan zij weer opbouwen. Nou, Sjoerd, die mensen moet geweldig vinden, maar zijn wij gewoon weer naar Nederland. Ja, vies. Dat is jouw jongen. Dat is meer ons ding, toch? Ja. Maar een groep van 18 jonge mensen, dat wisselt ook al wat oud. Ja, beleef ik dan zo'n wedstrijd. Binder mensen die wat minder makkelijk verslag jouw, want die ben er ik. Sjoerd is wel de beste. Net omdat hij hier zit, maar daar zit gewoon verschil in. Dan pak ik Arjen de Boer van Radio Friesland erbij. En dan liet ik die mensen lekker op hun manier voetbal genieten. En op die momenten lees ik ze zelfs uit, nou, dat en dat gebeurt er. Dat en dat heeft Sean. Dus dan is de rolverdeling wat oors. Goeie bal, goeie bal! Ja! Ik probeer ik altijd de hand net alleen te vertellen waar de bal is, maar ik waarde beweegt of waar de ruimte leidt, dat Han ik wist idee kreeg, oké, okay, dus eigenlijk maar die bal naar rechts staan en dan gaat er naar links staan en wie Han ik, ja, dat heet een net maten. Of, ik probeer Han Boorstra natuurlijk mogelijk beeld te jaan van wat ik zocht. Jij krijgt dat hij ervoor dan had, dus dat is mooi. Maar goed, wat hebben we nou voor Sier gezien? Nee, die wordt in een zak gehouden, door, vooral maar van den Berg doet hij dat heel sterk. Half schotje. Van Arnold en Sinelli in het muurtje. En alleen Larsson is nog voorin bij Feyenoord. Goed ingekapt. Het is een doelpunt. Ja hoor. Heel goed ingekapt, heel goede vrije trap en niet goed verdedigd. Nummer 3. Nee, heb je het over Sier, hè? Ja. Ja, dat is al hier wat vreemd, want het is al hier al lang gebeurd natuurlijk. Hè? Sjoerd moet het nog vertellen. Dus er is het oerel achterom, maar het is deels de romantiek. Wijtje, zij. Nou ja, en Heerenveen is al 30 in mijn club. Of 40, zowat. Dus dat, ik denk dat het term uit de maatje net. Het mooie van deze plakking is wel dat het van strafschopgebied tot strafschopgebied ik jerk is wat er gebeurt. Hoe, hoe spelers onderling maar met elkaar omgaan. Waar de bal is. Ja, en trots commentaar van Sjoerd erbij. Heeft een volledig beeld van de wedstrijd. En ondertussen beginnen ze weer, maar er is niet meestal voor. Ja, dus we met een fut. Achter is er langs. Op Torsby, Torsby van den Berg. Meteen doorspelen. Doorspelen. Oh, vierde bal. Rebound. Nee. Oh, wat een goede redding. Laat hem niet schieten, man. Ja, hij doet het. Hij schiet wel, maar Mulder die redt. Uitstekend. Schiet maar eens. Ja. Oh, dat scheelt niet zoveel. Dat scheelt niet zoveel. Doeldrap. Sinelli eruit. Nou, nou. Dus kom op. Lieve bal op Veerman. Neem hem aan. Voorwerk. Ja, daar gaat de bal mee. Dat is een goede tempo. Bal voor. Larsson. Nee, komt er net niet tussen. Komt net ter avondste voor. Goede loopactie van Marzo. Zij weer. Ja, Torsby erin. Goed, wel met een gestekte poot, maar dat mag. Want hij brengt niet met een gevaar. Zie ik aan de bal, zie ik. Ah jongen, hij wordt er verdorie omgetrokken, man! Come on, boys, find the goal! Come on, you boys, find the goal! Mulder heeft de bal. Ik ben een ontzettende Heerenveen-supporter. Ik ken Han al van nou, de twaalf kwart van de HAVO. En op het tandem gingen wij met z'n beiden naar Squallen. En Han achterop dan. En ik voorop. Dat die voorop hij had worst voorop zitten, maar dat hij op een vrede beetje mij mooi waren in de koer bleef. Riochtein. Ja. Ja. Oeh, dat glijdt iemand uit. En Cabral schiet hem erin. Ja hoor. Ja. Ik ben zo geboren. Nou ja, ik ben er vrij creatief, maar
Want dan is mijn leven wel zo leuk. Dus daar is nog meer wat zien? Nee. Maar wat voor beeld heb je dan van een wedstrijd? Nou, ik heb natuurlijk wel op het voetbalveld roen. Ik ben vroeger toen ik ben wie ik altijd rugsback. Enige wat ik dan mocht de oren onderuit koppen. Maar zei ik natuurlijk wel het beeld opbouwt van hoe het voetbalveld in elkaar zit. Maar het is wat praten over, in het Nederlands kijk dat beter zeggen, appels en peren. Want ik kan natuurlijk nooit helemaal uitlezen hoe dat, ja, wat er in mijn holle gebeurt en wat Jim sjugge. Ik neem nou het feit dat we Joert opnemen voor televisie voor een blinde voetbalshirt. Nou, dat is eigenlijk ik wel vreemd. Voor mij dan. Snel genomen, Zanelli op rechts. Marzo gaat eromheen. Krijgt hij de bal mee? Hij krijgt de bal mee, dat is een goede tempo. Bal voor. Larsson, nee, komt er net niet tussen. Komt net ter avond ervoor. Goede loopactie van Marzo. Weer nu voorbij. Er is één iemand, die is er heel erg niet mee eens. Die speelt nu voor goed. Ja, het is al een jekkervol. Voetbal is romantiek. Tenminste, dat vind ik verstandig. Als de wedstrijd gebeurd is, dan na een kwartier, dan moeten we weer normaal doen. En die romantiek, ja, als je nog blind bent, dat is net. Daar horen we meer mensen van, dus zo vreemd is dat net. De mooiste weekend ben Freddy Jong winnen. En als dan via de Wolfsportjes, dan is elke keer weer woen. Nou, daar krijg ik gewoon een goed gevoel van. En als ze verliezen, is dan een min zin? Nee, maar dan zie ik de samenvatting wel eens net. Dan denk ik er even nog tot. Ondertussen lopen er allemaal supporters alvast naar huis, want die willen snel naar de auto toe. Want anders zijn ze bang dat ze in de file staan. Ja. Dus eigenlijk doet die wedstrijd voor hun net iets te lang. Maar je noemt dat... Dat zeg ik even in de camera, omdat ik me er enorm aan irriteer. Jij noemt dat maar dan knippen ze er toch uit. Afijn. Bioscoop-publiek, toch? Tevreden. Met de rug naar de goal. En inhaal. Ah, nee. Ver overgeschoten. En er is buitenspel van Ziyech. En die gaat scoren. Ja. We hadden 2 meter buitenspel of zo, denk ik. Maar goed, het is afgelopen, het is 1-3.